Mag ik ook eens een keertje lief zijn? Ja, kijkers van Mars, we zijn welkom terug bij een nieuwe aflevering van de Minecraft Survival. Ik weet even niet wat we de vorige aflevering gedaan hebben. Wat ik wel weet is dat het donker begint te worden. De zon gaat onder. Ja. Ik zat er even over na te denken of daar een leuk liedje bij zat. Maar dat kan ik ze gewoon op dit moment even niet bedenken. Wat ik wel weet is dat dit even weg moet. En dan gaan we gewoon even hout plaatsen. Hoppakee. Ik heb al iets meer geluid bij. Geen enkel probleem. Doen we gewoon. En dan gaan we naar binnen toe. En dan, gaan we slapen. Want dan hebben we morgen weer een compleet nieuwe dag. Kortom, hallo, goedemorgen allemaal. En dan, moeten we even kijken wat we allemaal gaan doen. Want we zijn nog lang niet klaar met alles. Zoals u ziet, hebben we hier nog heel wat te doen. Qua hout en zo. Er gaat echt veel te veel hout in zitten. Voor zover ik weet. Ja, deze boom moet weg. Ja. Dit kost echt veel te veel hout. Het is echt verschrikkelijk. Ja, ik heb al een paar reacties gekregen van ja, echt zonde van het hout. Ja, is het ook. Maar het is wel mooi. En aangezien bomen in Minecraft Infinite zijn, kun je gewoon weer nieuwe planten. En dan krijg je weer gewoon nieuwe bomen. Weet je wel? Ja, die heb ik net weggehaald. Deze boom. Ja, maar hang nog weg. Ik had nu gewoon bomen weg die lelijk zijn hoor. Als ze hieronder staan. Er zijn een heleboel. En toch ging mijn bel kapot. Nee. Ik heb zo'n idee dat die bomen gewoon niet weggaan. Omdat ze tussen al die houten palen staan. Dus als ik ze gewoon losmaak van die palen. Dan zou het wel moeten lukken. Dus als ik dit gewoon zo doe. En dit ook. Zo. Dan zou het moeten lukken. Zo. Dat nog weg. En dit weg. Ik kan bijna gewoon die hele boom zelf met de hand weghalen. Ja. Zou je wel bijna denken dat het handiger is. En dan, ah kijk, ze gaan al weg. Ze gaan al weg. Niks aan de hand. Oké. Hier. Deze gaat nog niet weg. Deze vind ik nog niet leuk. Zo. Dit weg. Dit is allemaal weg. Ja hoor. Kan gewoon. Jij nog weg. En hey, jij ook. Zo. En hier nog wat weg. Jee, man. Wat een klus ook weer. Waar ben ik aan begonnen? Ooit. Dat is echt verschrikkelijk. Waarom heb ik daar nou weer voor gekozen? Ik zou het echt niet weten. Waarom gaat dit nog steeds niet weg? Er zit dus nog ergens één stuk hout. En ik heb het idee dat hij hier ergens in zit. Ja hoor, daar zo. Ik wist het. Ergens zat nog één stuk hout. En hier waarschijnlijk zit er ook nog wel ergens eentje. Kan haast niet. Als er daar niet eentje zit. Kijk, daar zo. Juist. Daarom heb ik dus zo'n scheidhekel aan deze bomen. Dus overal heb je hout zitten. Dat is echt aan de ene kant heel leuk natuurlijk. Dat je gewoon vet veel hout hieruit haalt. Maar je weet nooit waar die dingen zitten. Dat is echt verschrikkelijk. Nou, en nu hoop ik dat hij nu wel helemaal weggaat. Als hij dat niet doet, oh, dan word ik boos. Dan ga ik hem slaan. En dan verdient hij. Ja, ik vind het van wel. Nou, laten we nog een nieuwe bel maken. Voor zover dat kan. Dat kan zeer zeker wel. We hebben nog stokjes bij ons. We hebben nog cobblestone bij ons. Maar niet genoeg. Kom ik achter. Dus we pakken een nieuw stekje erbij. Zo. Hoppakee. 1, 2 en dan nog daar eentje. En dan gaan we moeten binnenkort ook ergens even gaan mijnen. Zodat we weer nieuwe dingetjes erbij krijgen. Dat is toch lachen. Ja, want nieuwe iron en zo, dat is wel echt even flink nodig. Net zoals andere ores trouwens. Ik heb ook echt diamonds nodig en dat soort shit. Ik heb echt een heleboel nodig. Dus we moeten ook ergens gewoon een goede mijn gaan maken. En dat komt allemaal nog wel op een gegeven moment. Dus, hallo boom. Je gaat eraan. Je tijd is gekomen. En ik weet niet of je het leuk vindt. Maar ik vind het wel lachen. Maar niet getreurd, je wordt ergens anders weer herplaatst. Misschien in combinatie met een andere boom trouwens. Dat zou best kunnen. Dat zou heel erg goed kunnen. Kijk konijntje. Oh, ja, ik blijf ze lief vinden, hè. Ik weet niet wat er mis is met die beesten. Maar ik blijf ze lief vinden. Nou ja, misschien ligt het er ook wel aan mij.
ik denk dat dat ook wel zou kunnen op zich. Dus. Ja, nog een boom omhakken. Omdat het kan. Ah. Nee. Omdat het nodig is. Ik heb het wel echt gewoon mezelf aangepraat hoor. Ik weet het. Het is puur mijn eigen schuld. Maar ik vond het wel nuttig op zich. Het is wel lachen. Maar ja, het kost zoveel hout. En dat is best wel zonde eigenlijk. Ja, weet je wel. Maar het maakt niet uit. We doen gewoon ons best voor. En als het niet lukt, nou jammer dan. We hebben nu in ieder geval wel invullingen voor de afleveringen. Dat scheelt. We weten in ieder geval wat we moeten doen. Ja. Op zich wel. En dat is in... wat zijn ze te kijken? Wat is er? Kijk. Ik heb vlees. Lief, hè? Mag ik ook eens een keertje lief zijn? In plaats van dat alleen jij lief bent, konijn. Oké, I can't resist it. Laten we eerst even konijnen gaan tellen. Ik ben er tot nu toe 2 tegengekomen, maar ik heb het idee dat er nog wel ergens eentje rondhuppelt, hoor. Want ik kom ze op te veel... Kijk, daar loopt er ook nog eentje. Daar zo. Dus dat is al 3. Loopt hier nog eentje rond? Als dat zo is, hè, dat zou wel lachen zijn op zich. Zou toch haast wel moeten dat er nog eentje rondloopt? Zijn er maar 3? En ook 3 dezelfde? Dat zou echt jammer zijn. Is er nou ook nog een ander konijntje is? Nee, niet. Oké. Ja, nou ja, misschien komen we binnenkort nog wel tegen. Een ander konijntje. Dat zou wel lachen zijn. Ik heb geen zin eigenlijk om 3 dezelfde konijntjes te hebben. Nee, hè? Nou. Ja, we hebben thuis zelf ook een konijn. En daar heb ik het al eens een keertje over gehad. Echt, dat beest is zo lui als de pest. Dat is niet normaal. Nou ja. In ieder geval, laten wij maar even verder gaan met boompjes omhakken. Zodat wij misschien eindelijk eens een keertje onze trap af kunnen krijgen. Dat wordt sowieso niet vandaag. Dat kan ik je nu al wel vertellen. Maar hoe meer we ermee bezig gaan, hoe groter de kans is dat we het afkrijgen. Ik ben nu even saplings aan het verzamelen. Die overal aan het vallen zijn. Het zijn net vallende sterren. Ja. Dat is toch lachen? Laat mij. Even kijken. Ik heb er alweer 24. Wat zit ik te zeiken allemaal, jongens. Ik heb er veel te veel eigenlijk. Veel te veel saplings. En daar eentje. En daar. En daar. En daar. En... Ah ja, dat wil natuurlijk niet. hier gewoon eentje. En hier. En hier. En daar. En daar. En daar. En daar. Daar eentje. En daar zo. En daar. En daar. En dan hier bovenop. Zo. Hoppakee. En daar zo eentje nog. En hier. Oh, en dat was het al. En dan moet je weer gaan eten. Echt gezellig. Heb ik nog meer eten bij me? Nee. Oké, dan moeten we nu terug gaan. Zo simpel is het. Gaan we nu weer terug naar binnen. Even wat nieuw eten halen. Het zou best kunnen dat mijn eten trouwens helemaal op is. Dat zou niet goed zijn. Toch? Nee. Niet bepaald. Kijk. Hij is bijna helemaal weg. Dat scheelt. Deze moet trouwens ook weg, vind ik. Want jij staat ook gewoon in de weg, hè? Ja, je hebt het niet door, maar het is wel zo. Zo, hoppakee. Zijn die bomen hieronder trouwens al een beetje weg? Nou, niet helemaal. Als jij nou ook gewoon weggaat, dat zou een heleboel schelen. Dan ga ik eerst deze paal afmaken. Die naar beneden moet. Zo. Zijn er nog meer palen die verder naar beneden toe moeten? Dat klinkt trouwens echt heel erg vies. Ik weet niet waarom. Maar het klinkt heel erg vies. Ik moet hier naar boven, volgens mij. Het zou wel een beetje jammer zijn eigenlijk. Maar ja, het hele leven is jammer. Net zoals je moeder. Ah. Oké, die was echt heel erg flauw. Echt, met die grappen moet ik ook ophouden. Oh, kijk, dit scheelt wel weer. Dit scheelt wel weer. Dit is alleen maar zo. Nou, hey, kijk eens aan. Dit wordt wel een flinke afdaling trouwens. Dit wat minder. Sterker nog, helemaal niet.
Zo, kijk eens aan. Oké, okay, eentje. Maar die andere wordt wel een flinke afdaling. Net zoals dit ook. Gaat ook heel veel hout kosten. En dit. Oh, ik was hier nog helemaal niet klaar. Zo. En jij nog weg. Moeten we kunnen overleven. Ja hoor. Ik wist het. Nou hoop ik dat ik genoeg heb. Ja. Ik heb net genoeg. Dit is al helemaal klaar verder. Dit ook. En, nou ja, het zal goed komen verder. Willen jullie niet weggaan? Jullie zijn wel vasthoudend, hè? Zo. Als jullie nu niet weggaan, dan weet ik het ook niet meer. Dan gaat er ergens iets flink mis. Dat is al klaar. Ik heb alleen nog maar dit te doen. Deze. En deze. Er zijn er nog maar drie. We zijn bijna klaar. En dan moeten we overal nog tortjes plaatsen. Dat is ook wel even handig om te doen. Laten we dus maar gaan slapen. Oh, dat kan nog niet. Nou, dan gaan we eerst eens even kijken of ik nog eten heb. Vrij weinig. Nee, er zit ook niks meer in. Nou, dan moet ik maar appels eten. Dat is een beetje jammer eigenlijk. Ja. Kortom, we gaan morgen eten halen. Ja! Dat is wat we moeten doen. In ieder geval, jongens, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze aflevering van de Minecraft Survival. Ik vond het super chill. En dan gaan wij nog even weer de laatste dingetjes aan onze trap doen. Zoals torches plaatsen en how about zo'n palen plaatsen nog. En dan is het bijna helemaal klaar. Super relaxed. En dan kunnen wij dit bouwwerk opleveren, zoals ze dat in de bouwvak noemen. Bedankt voor het kijken. Druk op het duimpje omhoog. Druk op het knopje abonneren. En het knopje delen zou ik in ieder geval super tof vinden. En dan zie ik jullie gewoon de volgende aflevering weer terug. Bij een nieuwe aflevering van de Minecraft Survival. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!